het Heilige Geesthofje in Naaldwijk. Eind 15e eeuw wordt het gebouwd en sinds 1991 wordt het door de gemeente gebruikt als trouwlocatie. Maar het historische hofje verliest al jaren aan populariteit en daarom is het nu opgeknapt. Ja, nou wat, sinds ongeveer 10 jaar kan je eigenlijk overal in de gemeente trouwen. Vroeger gingen mensen echt bij het gemeentehuis trouwen. Of in het Heilige Geesthofje altijd in Naaldwijk. Nou, in 2007 ging dat helemaal los en konden mensen op allerlei externe locaties trouwen. Hè, zoals de strandtenten, allerlei horecalocaties. Dus daar ging toch een beetje de kosten van de trouwen in het Heilige Geesthofje. En er is flink wat werk verricht. We hebben het Heilige Geesthofje weer eens even helemaal onder handen genomen. Het stukwerk was allemaal slecht, er kwam hier en daar van de muren. De stoelen waren ouderwets, waren nog een beetje jaren 80 stijl. En het werd tijd voor dat het weer eens even helemaal fris werd opgepoetst. Dus we hebben alles weer mooi geschilderd, we hebben de kleur een beetje aangepast. We hebben nieuwe lampen, een mooie spiegel opgehangen. De kleuren aangepast en wat minder stoelen neergezet. En daardoor oogt het weer helemaal fris en weer helemaal 2019, om het zo maar te zeggen. En zo hoopt de gemeente de concurrentie met andere locaties weer aan te kunnen.